oefentoets voor succesbeweging, tweede klas, dus HAVO-niveau. Nou, hieronder zie je verschillende foto's van een auto die een helling afkomt. Hoe heet zo'n gemaakte foto? De frequentie waarmee de lamp flitste was 5 hertz. Hoe lang is de tijdsduur tussen de flitsen? En bij 1C leg uit hoe lang die hele beweging duurde. 2A, reken de volgende snelheid om van kilometer per uur naar meter per seconde. De snelheid van de scooter is 25 km per uur. Hoeveel meter per seconde is dat? En reken de volgende om naar kilometer per uur. De topsnelheid van een sprinter op de 100 meter is 12 meter per seconde. Bij 3, daar staat een verhaaltje over de triathlon. En reken de gemiddelde snelheid uit voor elk van de 3 onderdelen afzonderlijk. En als je dat gedaan hebt, reken je de gemiddelde snelheid uit voor de hele triathlon. Denk goed na bij B. Hieronder, bij 4, zie je een beweging, een afstand-tijddiagram. Hoe heet zo'n beweging? Als de lijn zo loopt. En bereken de snelheid in kilometer per uur van deze beweging. Hier zien we een auto, die rijdt 90 km per uur. Als hij nou 20 minuten rijdt, hoeveel afstand heeft hij dan afgelegd? De estafette van Jamaica op de 4x100 meter. Bereken de gemiddelde snelheid nou eens in kilometer per uur. Usain Bolt alleen, die rent de 100 meter in een wereldrecordtijd van 9,58 seconden. Wat is zijn gemiddelde snelheid in kilometer per uur? En leg nou eens uit waarom hij langzamer is dan de gemiddelde snelheid bij de estafette, terwijl hij de snelste is. Wat kun je zeggen over de grootte van de snelheid tussen A en B, B en C en C en D? Wat voor soort beweging heb je en hoe hard gaat die, wil ik weten. Floor loopt met 1,5 meter per seconde naar rechts en Bert fietst met 4,5 meter per seconde naar links. Na hoeveel tijd passeren ze elkaar? Komen ze elkaar tegen? En dan is de volgende vraag, hoeveel meter heeft Floor dan gelopen? Als ze elkaar passeren. De hardste service ooit geslagen bij tennis is 263 km per uur. Reken deze snelheid om naar meter per seconde. En bij B berekenen hoeveel tijd de tegenstander heeft om te reageren als deze op 25 meter afstand staat en je ervan uitgaat dat de gemiddelde snelheid 220 km per uur was. Denk aan de tip bij A. Bij 11. Hoe heet de afstand die tijdens die rode lijn wordt afgelegd? Kijken we naar het plaatje. En dat is een naam voor de afstand van de gele lijn en de rode lijn samen. Hoe heet die? C. Bereken de reactieafstand als de auto 72 km per uur reed. Dus hij komt met 72 km per uur aan. Wat is de reactieafstand als je weet dat zijn reactietijd 1 seconde was? Nou, de remweg is gegeven bij 36 km per uur. Die is 8 meter. Die heb ik uit een grafiekje gehaald. Nu wil ik weten bij 72 km per uur wat de remweg is. Daar is een regel voor die het verband tussen snelheid en remweg weergeeft. En 11e bereken de stopafstand. Einde toets. Ik ga voor de antwoorden naar de uitwerking.